En nu de weersverwachting, afkomstig van de meteo-dienst Suriname, die geldt tot en met morgen 19 juli. In de avonduren verspreidt zich nog een enkele regenbui, die soms gepaard gaat met onweer. Terwijl er in de nacht overwegend in het binnenland en noordwesten regenbuien voorkomen. Deze gaan mogelijk gepaard met onweer. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. In de districten Coroni, Nikeri, Para, Brocopondo en Sipaliwini komen er perioden met onweersbuien voor, die soms gepaard gaan met windstoten. In Marouijnen, Comowijnen, Paramaribo, Wanica en Saramaka komen er af en toe lichte buien voor, maar zal het voor lange tijd droog zijn. Morgenochtend is het overwegend droog. In de middag krijgen we lokaal enkele lichte. Soms matige buien en een geïsoleerde onweersbui. De meteorologische dienst waarschuwt dat er morgen, woensdag 19 juli, in de middag overwegend in het noordwesten van het land een matige onweersbui mogelijk is, die eventueel gepaard gaat met windstoten.